Lieve mensen, welkom terug bij opnieuw een donderdag begrippendag. Tijdens donderdag begrippendag ga ik een begrip bespreken dat jij lastig vindt en dat doe ik onder de twee minuten. Maar ja, deze keer gaat het niet lukken. Sorry alvast, want het gaat over het klimaatsysteem van kuppen. En ja, dat is nou eenmaal lastig en dat is wat uitgebreid. Ik probeer het zo kort mogelijk te houden en ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Dus ik zou zeggen, start de klok, hiha, let's go! Oké, okay, wat is het klimaatsysteem volgens kuppen? Allereerst moeten we weten wat het klimaat is. Een klimaat is het weer gemeten over een langere periode van tenminste 30 jaar. Mooi. Nu we dit weten, hoeven we alleen nog maar te weten wie of wat Kuppe precies is. Het is een systeem dat klimaten kan classificeren en de oorspronkelijke bedenker was meneer Vladimir Kuppe. Hij heeft deze klimaten allemaal letters gegeven en ja, dat is natuurlijk super handig, maar ik denk dat jij nu denkt dat hij het er niet echt makkelijker op heeft gemaakt. Daarom, om het wat meer begrijpelijk te maken, voegen we voor het gemak ook een klimaatgrafiek per letter toe. Zo kun je precies zien wat voor soort temperatuur en neerslag je kunt verwachten per letter en krijg je een beter beeld van het klimaat. Je kunt zo'n klimaatgrafiek lezen door naar de blauwe staafjes en de rode lijn te kijken. De blauwe staafjes staan voor de gemiddelde neerslag in die maand en de rode lijn staat voor de gemiddelde temperatuur. Oké, okay, laten we nu snel doorgaan met het bespreken van de letters en de kenmerkende factoren van deze klimaten. Beginnend bij letter A. Die staat voor een tropisch klimaat met temperaturen die gemiddeld boven de 18 graden liggen en waar veel neerslag valt. Deze gebieden zijn veelal bij de Evenaar te vinden. Zoals te zien in de klimaatgrafiek zie je dat de warmste maand boven de 18 graden is en het hele jaar zal er neerslag vallen. Wat die tweede letter daar precies doet, daar komen we later op terug. Letter B staat voor een droog klimaat met weinig neerslag, maar ligt nog wel dicht bij de Evenaar. Ook dat zien we weer terug in de klimaatgrafiek. En hier zie je een grote letter in plaats van een kleine letter achter de eerste letter staan. En ook deze letter bespreken we later. Letter C staat voor een C-klimaat en wordt beïnvloed door de zee. Oh ja joh? Ja. Daarnaast is de gemiddelde temperatuur van de koudste maand hoger dan min 3 graden Celsius, maar niet hoger dan 18 graden en de gemiddelde temperatuur van de warmste maand is hoger dan 10 graden. Snap je toevallig waarom er in juni en juli een gemiddelde temperatuur van 10 graden is in dit gebied? Dat heeft onder andere te maken met de ITCZ, die meer naar het noordelijke halfrond verschuift, maar daar hebben we het al in een eerdere kennislip over gehad, dus laten we snel doorgaan naar letter D. Letter D staat voor een landklimaat waarbij er warme temperaturen in de zomer kunnen voorkomen en er zijn zeer koude winters. Dit vind je bijvoorbeeld in Rusland. De gemiddelde temperatuur van de koudste maand is 3 graden en de gemiddelde temperatuur van de warmste maand is hoger dan 10 graden. Moet je eens kijken hoe koud het gemiddeld is in januari of december. Ik heb vernomen uit betrouwbare bronnen dat leerlingen pas bij min 55 graden Celsius ijsvrij krijgen in dit gebied. Hoe bizar is dat? En dan de laatste letter, oftewel letter E, staat voor een zeer koud klimaat, ook wel het polaire klimaat genoemd. De gemiddelde temperatuur van de warmste maand is daarbij niet hoger dan 10 graden. Maar om het nog even makkelijker te maken, heeft meneer Tjikupper er ook nog een tweede letter aan toegevoegd. Ja, bedankt hè? Bij de A, C en D klimaten komen er namelijk kleine lettertjes achter de eerste letter. Deze zijn ook weer goed te herkennen in de klimaatgrafieken. De kleine lettertjes staan voor het volgende. De F staat voor veld, wat ook wel neerslag betekent en daar veldt dus het hele jaar neerslag. Snap je? S staat voor sommertrokken, wat in het Duits ook wel zomers droog betekent. Dus er is dus een droge periode in de zomer. En de letter W staat voor wintertrokken, wat in het Duits ook wel zwintersdroog betekent, dus dat betekent dat er bij deze letter een droge periode in de winter zal zijn. Let wel op, deze kleine letters komen alleen bij de a, c en D-klimaten voor als tweede letter. Dan hebben we nog de B-klimaten met de grote letter W of S erachter, en die staan voor het volgende. De letter W staat voor een woestijnklimaat, ook wel de W van woestijn. De naam zegt het al: het is er zeer droog en er valt minder dan 200 mm neerslag per jaar. De letter S staat voor een steppenklimaat. Dit is nog steeds een erg droog klimaat, maar net iets minder droog dan het BW-klimaat. Hier valt namelijk tussen de 200 en 400 mm aan neerslag. En als laatste hebben we nog het E-klimaat. Hierbij worden er ook hoofdletters gebruikt en dat zijn de volgende. De T staat voor Tundra. Hier ligt de warmste maand ergens tussen de 0 en de 10 graden. De F staat voor permafrost. Frost. Op deze plek is het eigenlijk altijd aan het vriezen. Snap je hem? Ja. De H staat voor een hoge bergte. En deze klimaten komen voor in het hoge bergte. Oh ja joh. Ja, waar je ook altijd de eeuwige sneeuw ziet liggen. Oké, okay, dit is best veel, maar ik hoop dat je in ieder geval weet welke letter welk klimaat is. Denk eraan dat de letters A, C en D kleine lettertjes erachter hebben en de letters B en E grote letters erachter hebben. Belangrijk is ook dat je aan de hand van een klimaatgrafiek kan vertellen welk klimaat het is en waar je deze klimaatgrafiek kunt plaatsen op de wereld. Daarbij moet je nadenken over welke klimaatfactoren ervoor zorgen dat dit klimaat daarvoor kan komen. Bijvoorbeeld, een warme zeestroom en de mate van breedte ligging zorgen in Nederland ervoor dat we eigenlijk geen droge periode kennen. En dus dat er een CF-klimaat heerst in ons land. Goed, voor nu hebben we genoeg besproken. En laten we dus snel teruggaan naar mijn woonkamer. Oké, okay, iets met A, B, C, D, E klimaten. Allerlei letters, allerlei kleine lettertjes. Weet je dan niet precies wat ze inhouden? Vraag het dan aan Vladimir. Nee, dat kan helemaal niet. Dus vraag het dan aan mij. Doe eventjes in de comments droppen als je een vraag hebt. Of als je een DM'tje stuurt via mijn Instagram, kan ik die ook beantwoorden. Dus ik zou zeggen, waar wacht je nog op? Doe dat vooral. En kun je dit nou waarderen? Doe even lekker abonneren. En dan zie ik je graag de volgende keer terug bij opnieuw een donderdag op een dag van Adelskunde Kennis Clips. Voor nu zeg ik weet nog maar, bye bye, zwaai zwaai.